Elke dag zetten meer dan 130.000 werknemers van Johnson & Johnson zich wereldwijd in om de gezondheid van mensen te verbeteren. Als pioniers binnen de medische apparatuur zijn wij voortdurend op zoek naar het verbeteren van de gezondheidszorg. Meer waarde creëren voor patiënt en ziekenhuis. En concreet betekent dit het verhogen van de toegankelijkheid voor de patiënten of het verbeteren van de resultaten. Maar uiteraard, tegelijkertijd zijn we gefocust op het proberen te verlagen van de kosten van de gezondheidszorg. En de patiënt die staat hier centraal. We willen gewoon dat zij sneller herstellen, langer leven met een betere levenskwaliteit. Donc depuis 130 ans, notre objectif est de préserver la santé des personnes et de les accompagner à chaque étape de leur vie. En tant que société leader mondiale de la santé, notre objectif est de contribuer à l'accès aux soins de la population et d'apporter les dernières évolutions tout en contribuant à une meilleure santé publique. Dans cet environnement en pleine mutation, nous efforçons de rapprocher la communauté médicale et la technologie tout en intégrant notre expertise en chirurgie orthopédique, digestive, cardiologie, pour développer des nouvelles technologies pour répondre aux attentes des médecins et plus important, des patients en attente de traitement. Dans les prochaines années, notre objectif est de simplifier les interventions chirurgicales pour les rendre plus sûres et également impacter le coût de celles-ci. Reeds meer dan 100 jaar levert Johnson & Johnson een belangrijke bijdrage in de chirurgie. Dat betekent dat zelfs zeer uitgebreide operaties door de vooruitgang van de techniek, van de instrumenten, vandaag het minst traumatisch is dan vele jaren geleden. En als marktleider zijn we uiteraard zeer trots dat we daar een belangrijke rol gespeeld hebben. En we blijven geëngageerd. Vandaag maken we de volgende stap in de chirurgie. Met de digitale ondersteuning van de procedures. Wat een enorm potentieel betekent voor de interventionele toepassingen.